Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het zijn rare tijden. Sinds de toespraak van de Britse premier Cameron is Europa in rep en roer over de toekomst van de Europese Unie. Toch spreken we vandaag alweer over uitbreiding van diezelfde Unie, dit keer met Kroatië. Nederland gaat in hoog tempo mee, niet alleen naar een federale Unie, maar ook naar een zo groot mogelijke Unie. Dat is een wens van de Europese Commissie. Feit is echter dat Nederland hier niet op zit te wachten. De belangrijkste reden daarvan is dat het draagvlak van de Nederlandse bevolking ontbreekt. De wensen van de politieke elite ten spijt, de Nederlandse burger wil helemaal geen uitbreiding. Zo bleek dat ruim 60%, een groeiende meerderheid van de Nederlanders, de Europese Unie te groot vindt. 13% vindt het genoeg zo. En dat maakt dat bijna driekwart van Nederland tegen uitbreiding is van de Europese Unie. En dit aandeel lag nog nooit zo hoog, maar in dit parlement wordt onder het mom van representatieve democratie stelselmatig gekozen voor wat de burger niet wil, waar de burger niet om heeft gevraagd. Allemaal onder druk van Brussel. Eurocraat Fule van de Europese Commissie had de kloof burger en politiek niet beter kunnen illustreren. Hij zei: uitbreiding is nooit een probleem geweest, maar een oplossing. Voor de PVV-voorzitter is het wel een probleem. En iedereen die de toetreding van Roemenië en Bulgarije heeft gezien, die kent die problemen. En de Partij voor de Vrijheid is daarom mordicus tegen uitbreiding van de Europese Unie. En wij zitten daarom dus totaal niet te wachten op Kroatië als nieuwe lidstaat van de EU. Wij willen niet nog een partij aan tafel die gaat mee onderhandelen in Brussel ten koste van onze nationale soevereiniteit. We willen niet nog een factor die ongebreidelde immigratie naar Nederland tot gevolg zal hebben met de import van criminaliteit en gelukzoekers. We willen niet nog een land waar corruptie hoogtij viert, straks ook op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. We willen niet nog een land met een enorme werkloosheid van 18%, waardoor talloze Europese subsidies die door Noord-Europa moeten worden opgehoest, worden verstrekt onder de noemer structuur- en cohesiefondsen. Een vraag van de heer Pechtold. Voorzitter, het is me duidelijk dat de PVV dit naast de islam een belangrijk punt vindt. Maar kan de heer Matlener me dan eens uitleggen waarom anderhalf jaar lang de PVV gedoogd heeft dat dit hele proces van Kroatië gewoon doorging? Voorzitter, de PVV is tegen verdere uitbreiding van de EU. Dat blijven wij. En ja, als je gedoogt, dan daar is geen onderhandeling over gevoerd in dit geval. Dus ja, wij hebben gedoogd. En daar heeft Kroatië op dat moment geen rol in gespeeld. Kroatië is toen ook niet toegetreden, overigens. Nee, maar anderhalf jaar lang, voorzitter, als ik mag, via u, is het traject voor Kroatië gewoon doorgaan. En de PVV had natuurlijk zijn prioriteiten kunnen stellen. Zijn prioriteiten kunnen stellen om CDA en VVD te weerhouden van verdere onderhandelingen. En u speelt het hoog op. U verwijst naar gevoelens onder de bevolking. U verwijst naar alle negatieve feiten. Graag maar u heeft er helemaal, voorzitter, de PVV heeft er helemaal niets op gedaan. Mijn vraag aan de heer Matlener herhaal ik. Waarom niet? Voorzitter, de PVV heeft veel willen regelen in Europa als het ging om onze gedoogrol. En dat is ook een van de redenen geweest dat wij natuurlijk gestopt zijn met gedogen en dat er verkiezingen zijn geweest. En de PVV is altijd helder geweest. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van de Europese Unie. Maar in de gedoogrol hebben we daar geen afspraak over gemaakt. Voorzitter, dan moet toch de conclusie zijn dat het zwaar aangezette verhaal hier vandaag, en het zal zo dadelijk ook nog wel even doorgaan, eigenlijk in het niets valt. Want op het moment dat de PVV voor haar kiezers en die gevoelens die ze hier vandaag verwoordt, het zou kunnen opnemen, een machtsbasis zou kunnen vormen, stelt ze er geen prioriteit aan. Dat maakt, voorzitter, het verhaal van de heer Matlener toch wel erg dun. Ja, kijk, als je gaat onderhandelen om te gedogen of te regeren, dan zoek je natuurlijk naar partijen die heel jouw programma willen uitvoeren. Die hebben we helaas niet kunnen vinden. En daarom hebben we dus compromissen gesloten. Maar aan de andere kant zeg ik daar ook bij. Wij zijn ook gestopt met gedogen. Juist om reden dat een heleboel niet voor elkaar werd gekregen. Kijk naar de koopkracht waar het nu over gaat. Kroatië heeft daar geen deel van uitgemaakt. Maar we staan nu vandaag voor de beslissing. Wel of niet toetreding van Kroatië. En daar gaan wij over stemmen deze week. En daar gaan wij tegenstemmen. En dat lijkt mij zeer helder naar de kiezer. Voorzitter, 1 juli 2013 is al geruime tijd de streefdatum. En de commissie verwacht dat Kroatië de eindspurt inzet met het oog op het laatste monitoringrapport.
Maar dat rapport moet nog komen. Dus wij vinden het eigenlijk onacceptabel dat de Kamer nu instemt met een toetreding, terwijl wij dat rapport nog helemaal niet kennen. En dan kun je wel de akte nog niet ingediend hebben. Het is toch een hele vreemde vertoning. Andere partijen hebben daar ook de minister op bevraagd. En ik vraag ook, hoe ziet de minister dat? Wat gaat er straks gebeuren als ze niet voldoen aan dat laatste rapport? En ook andere Balkanlanden die in beeld zijn om lidstaat te worden, lijden onder de eerder genoemde corruptie en georganiseerde misdaad. Kroatië scoort een 4,6 op de jaarlijkse lijst van Transparency International. En dit is ver onder de maat. Dus we hebben het hier over allerlei toetredingsvoorwaarden. Voorzitter, ik stel maar vast dat een zware onvoldoende kennelijk genoeg is om over te gaan voor de meeste partijen hier. Ze hebben niets geleerd van de eerdere debakel met Roemenië en Bulgarije. Volgens de United Nations Office on Drugs and Crime van de Verenigde Naties kwam in 2011 1 op de 5 Kroaten in aanraking met omkoping van een overheidsfunctionaris. U weet wel, dat zijn ook die grenswachters die die nieuwe grens straks moeten controleren naar Bosnië. De helft van de Kroaten gelooft niet eens in het aankaarten van corruptie, omdat er niets mee gebeurt. De bron daarvan is de jaarmonitor Kroatië 2011. Volgens brieven van de voorzitter van de Kroatische Juris Protecta en de voorzitter van de Kroatische Vereniging van Deurwaarders aan leden van het Europees Parlement is het Kroatische rechtsstelsel inefficiënt en kampt het met vele problemen zoals corruptie, belangenverstrengeling en een grote invloed van regeringspartijen. Voorzitter, hoe kan het zijn dat we zo'n land wat in deze staat is laten toetreden? Nederland zucht onder de problemen. Dit kabinet zadelt nog meer burgers op met Europese problemen. De economie is ook dramatisch gesteld in Kroatië, net als in de rest van de Europese Unie inmiddels en ook in Nederland met dit regeringsbeleid. 18% werkloos en er heeft zich geen daling ingezet. Dus de toetreding van Kroatië betekent een toename van werkloosheid en armoede in Europa. En dient ten gevolge natuurlijk de prikkel om naar Nederland of naar Noordwest-Europa te willen vertrekken. Wanneer Kroatië deze zomer lid wordt van de Europese Unie, dan mogen de Kroaten niet meteen de Nederlandse arbeidsmarkt gaan betreden. Maar hoe gaan we dat handhaven? We hebben al eerder gezien dat toch wel gaat gebeuren. Dus ik vraag aan de minister, hoe gaat u dat tegenhouden? En het is natuurlijk goed nieuws voor de criminelen die in de Balkanregio actief zijn. Dat zijn er nogal wat. De criminaliteit zal zich richting Nederland verplaatsen, zoals dat gebeurt met Midden- en Oost-Europese landen. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 verplaatst de georganiseerde misdaad zich naar West-Europa. Er valt hier meer te halen dan de landen waar de bendes vandaan komen. En we hebben ook een mooi artikel kunnen zien in Trouw, december 2011. Rondtrekkende criminelen verleggen hun werkveld naar West-Europa. Dus de criminaliteit neemt af in de toetredende landen, omdat de criminaliteit zich gewoon verplaatst. Dat hebben we ook toch al kunnen zien in Roemenië en Bulgarije. Hoe gaat de minister garanderen dat het met Kroatië niet hetzelfde gebeurt? Kroatië heeft wat de invoering van de euro betreft geen opt-out bedongen in de toetredingsonderhandelingen. En dit houdt in, voorzitter, dat Kroatië op termijn zal toetreden tot de eurozone. Is de eurozone volgens deze minister nog niet instabiel genoeg? Al met al is de toetreding van Kroatië tot de EU slecht voor Nederland. Er zal meer corruptie, criminaliteit, illegaliteit en arbeidsmigratie in de EU komen. De buitengrens van de Europese Unie komt nu te liggen bij Bosnië en Herzegovina. En dit is goed nieuws voor de criminelen en toeristen die de Balkanroute gebruiken om wapens en drugs naar de EU te smokkelen. Een corrupte Kroatische douanier vormt geen enkele belemmering. En dat is buitengewoon nieuws voor Nederland. Voorzitter, afrondend. Vrijwel zeker lijkt met deze Kamermeerderheid dat Kroatië 1 juli toetreedt als 28ste land in de EU. En daarna staan IJsland, Macedonië, Montenegro, Servië en zelfs Turkije in de rij. Het is een buitengewoon slechte zaak voor Nederland. En de PVV wil dan ook geen enkele verdere uitbreiding. Ook niet met Kroatië, niet met Servië of welk land dan ook. Niet per 1 juli, niet per volgend jaar, maar helemaal nooit. Dank u wel. Dank u wel, de laatste spreker van de zaal. Ja, voorzitter, ik wil natuurlijk ook Kroatië een prachtige toekomst wensen namens de PVV als buurland van de Europese Unie en niet als lid van de Europese Unie. Daarnaast moet mij nog van het hart, de fouten vernomen van de minister over de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Maar ja,
we zitten toch met de gebakken peren, want heel veel Nederlanders zijn er enorm het slachtoffer van geworden. Net nog in de Rotterdamse kunsthal een diefstal van schilderijen. Nederland wordt leeggeroofd, de Nederlandse winkeliers, nepgoudverkopers, de Roemeense pinpasfraudeurs. Allemaal beruchte gevolgen voor Nederland die het gevolg zijn van de toegegeven fout van deze minister. Ik vind eigenlijk dan het toegeven van de fout nog iets te weinig genoegdoening. Ik zou toch willen vragen aan de minister, al die gevolgen van die fouten overzien voor de Nederlandse samenleving, kunt u misschien toch nog iets meer daarover zeggen? Of desnoods een sorry aan Nederland voor de enorme gevolgen. U kunt daarom lachen, maar het is helemaal niet leuk als je huis leeggeroofd wordt of je auto gestolen wordt door een Roemeen of een Bulgaar, omdat u een fout heeft gemaakt met de toetreding. Dus graag een reactie nog van de minister op dit punt. Dank u wel.